Gullit, de aanvoerder van Nederland. En eigenlijk is de eerste overwinning binnen, een papieren overwinning weliswaar. De meest bekende Hongaar. En de vraag is of Michels een speler aan hem opoffert. Kortom, een mandekker tegen Détari. We zullen zien. Ronald Koeman, die verrassend aan de linkerkant speelt. Daar ligt het grote probleem voor het Nederlands elftal. Terwijl Van Basten kaart voor Gullit. En daar heel dicht nog bij de openingstreffer is. Marco Van Basten. Daar moet Nederland het van hebben, van briljante momenten van die twee. Nadruk vooral op het laatste, verdediger. Hij blijft achter zijn zwaar bezette linie, terwijl Gullit nu weg kan breken. Na een paas van Van Basten. En knap schiet waar Sendrij problemen mee heeft. Dat zijn de mogelijkheden waar Nederland op gokt. Die plotselinge uitbraken probeert langs Rood en langs Preciella te komen. Van Schip helpt. Koeman. Tahamata. Knap die bal teruggelegd van Basten. Krijgt een setje in de rug van Rood. En dat is precies voldoende. Mooie opening, Détari op Kovac. Kovac die graag buiten omgaat. Goed schot. Nee. Kalk heeft een doeltrap. En Van Breukelen moppert nog eens op Kovac. En doet voor rustig die bal rondspelen op eigen helft. En Spelbos overschrijdt zelfs de middellijn. Zoekt Gullit. Van Basten, Van Basten, ja, of niet? Hij wordt niet gegeven door Gallo, maar naar mijn idee staat hij erin. Winter is erbij, daar is Van Basten, en waar gaat die bal naartoe? Onderkant plat. Ja, die zit echt. Het is echt een doelpunt, en dat mag de grensrechter verweten, naar aanleiding van hun beslissing. Voor het niet toekennen van het doelpunt van hier Marco Van Basten. Want daar is iedereen in het Neepstadion hier wel van overtuigd. Die bal zat gewoon tot het spelen links in de zone. Omdat dat de zwakke kant van het Nederlands elftal is en die misschien nu wat meer kan gaan aanvallen. Koeman, een ideale positie voor Lat. Het zit Nederland ook werkelijk niet mee van Schip. En nu weer hier. Met dat schot van Koeman. Een prachtig schot, prachtig. Die bal. Wouters die nu regelmatig over Détari heen gaat. En Gullit vindt. Gullit, daar is hij. Ja hoor, dat wordt het doelpunt, dat niet. Ja, Van Basten. Hij zit erin. En gezien. Knap van Wouters. Ruud Gullit. En Marco Van Basten. Daar zaten we op te wachten. Dik en dik verdiend. De voorsprong van het Nederlands elftal. Wouters die heel goed met de buitenkant van de schoen Gullit vindt. Gullit achter Cardoz langs. Passeert Sendrij. En dan had hij zelf al kunnen scoren, naar mijn idee. Maar die telzuchten laten. Sekeres die bal goed verlengt op Kovac. En nu Van Tegelen, pas op. Zijn er. Van een kwalificatiereeks wint. En daar heeft Kaller voor het laatst gefloten. En is de win definitief binnen. Gullit en de zijne gaan naar de Simpelbaan. Daar naar het deel waar het Nederlandse publiek. Doelpunt met Marco Van Basten. Een typische spitsspeler die cool bleef op het moment dat het moest gebeuren. Want Marco, we hadden al heel wat kansen gehad, hè? Ja, inderdaad. Op het laatst werd je er een beetje moedeloos van. Maar ja, de eerste van mij op de lat. En de tweede van Koeman op de lat. In het begin nog een paar kansjes net naast. Ja, ik kon op een gegeven moment echt niet meer uitblijven ook. En, ja, we hebben duidelijk het dominante van het spel gehad. En ja, dat is toch heel goed in een uitwedstrijd. En ik denk ook dat we terecht gewonnen hebben.
dienst neemt. Het Cypriotische elftal wordt bovendien ook geplaagd door een aantal blessures. En dat maakt weer dat Sophie Siloy is bij hem. Damata. Muren. Siloy. De overtreding van Tsikos tegen René van der Gijp. Dat van het jaar uitgeroepen. Buiten het strafschopgebied, Gullit die goed doorging, ondanks de beletselen die twee tegenstanders hem in de weg legden. Een vrije trap, 16 meter en een paar centimeter van het doel van Christus. Een voorsprong al voor Nederland in de rust. En de mogelijkheid om die voorsprong iets verder uit te bouwen. En daar is de invaller, Mavroudis. Gullit, niet buitenspel, Varenburg is voor het doel en achterin en dat is het doelpunt van Bosman. Muren komt er niet door. De combinatie was met Gullit. Wouters als oplettend type. Rijkaard voor het doorsteken van achter naar voren. Vooral vanaf het middenveld spelend. Gullit met zijn eigen positie en zijn eigen mogelijkheid. Olympiakos en Michos, ook van Olympiakos achterin. Manolas van AEK. Vanvakoulas van Panathinaikos. Spelbos inderdaad aan die rechterkant. Siloy op links. Zij zullen hun mannetje zoeken. Rijkaard aan de bal. Snel genomen, Sarafagos voor Breukelen eruit. Oh, oh, oh! Ja, dat is dit! Dat is snel en een tegenvaller dus. Van de eerste orde. En dat is 1-0. Heel snel een tegenvaller. Sarafagos, die scoort. Van Schip. Gullit. Van der Gijp ineens. Boem. Goed schot. Gestoken mensen. Variant op die vorige hoekschop. Apostolakis. Sarafagos. Oh, wat een goede aanval. Ja, ja. Prima aanval. Apostolakis. En weer over die lege hoek waar Wouters naar het textiel grijpt. En waar Van Breukelen er goed uit is, maar... Gullit komt erachter. Koeman. Het opsluiten is goed. Maar hoe krijg je de boel werkelijk open? Koeman. Ah, goed schot. Papadopoulos redding. Goed schot. Daar, het doorkoppen. Vervolgens het doel. Het doorkoppen wat dan lukt bij deze zevende hoekschop in de wedstrijd. Bij die eerste paal verricht met name Spelbos het werk. En komt de zaak achterin in orde door Marco van Basten. Beheerst, cool ingeschoten.
Delft. Spelbos. Van Basten. Geurlijk, ja! Nee, oh, hij komt er maar naast. Hoe is het mogelijk? Want als die toch een bal panklaar op het hoofd gelegd kreeg door collega Van der Gijp, dan leek dat hier het geval te zijn. Ravakos. Mitropoulos. Ja, er staan er toch een paar naar elkaar te kijken zonder dat er iets gebeurde. Van Basten. Goede beweging. Verleed omhalen en... Klaarspek. Zo hoort het. Van Basten. Weer goed los. Weer goed los. Nou, Rijkaard. En Gullit niet bij Papadopoulos. Gullit. Bos. Van der Gijp. En Bosman. En Van Schip. Of Bosman nu pas. Gullit. Omhaal en wat tegenhaal, wat een schitterende actie van Bosman. Gullit. Bosman paast af. Dit is niet prettig voor het Nederlands voetbal dat hier gelijk speelt. Dat tenminste nog wel. Édes Rijkaard, kettessel van Tigelen, 8-as ellentét feszül, és ez elsősorban Van Basterre és Fulitra érvényesítményre, és természetesen győzelemre lesznek képesek. Ezt várják egész Hollandiában, mint ahogy ezt várja, mint egy 55 ezer néző is itt a Feyenoord stadionban. A magyar csapat kezdte a játékot. Fulit most már jön hátra labdáért. Kardos vette át időlegesen az őrzését. Műren. Fulit és Vanenburg vannak bent a 16-oson a holland játékosok közül. Ügyes váltás. És híres tisztázott. Végül Szendrei Fulit elől. Fulit bevet. Híresről pattant visszafelé a labda. Fantis jelen. A 12. percben járunk. Vanenburg megforgatta Pressellert. Kétszer is, háromszor is, aztán ott hagyja. Ha éppen csak egy kis trikóban néznénk, akkor is melegünk lenne. Péter. Détárinak gyönyörű átadás, Lajos! Híle, ott elad a Détári, és nem jön össze. A kutya fáját. Hanik vágta ki a labdát, Rijkaard. Műrenként a bal oldalon. Fulit fejeli lesz, és szól. Az első félidő 37. percében Fanci beadása után Hulit fejjel, és ezzel vezetnek a hollandok 1-0 arányban. Bizony Péter és Szedre is hibázott. Rénus Michel tart, a megkönnyebbülést mutat. Még egyszer láthatjuk ezt a szomorú eseményt. Számunkra legalábbis szomorú esemény. Péter rosszul ugrik, és Szendrei tan még hozzá is.
Most már teljesen mindegy, most már lehet támadni, most már nem lehet nézni. Péter Zoli! Hogy lehet ezt kihagyni? Kőman. Vandenberg előre, Rijkaard elől. Müren másodszorra, jó, de nagy gólt lőtt. Hatalmas gól. 2 perc alatt 2-0 gól. A bal alsó sarokban. A labda Péter először visszafejeli. Harik készlekedik, nem ér oda. És Müren fantasztikusan nagy gólt lő ballal. Hát, Van Basten, hát Mulicsnak Mulic, Szendrei óriási bravúr, Van Basten pontosan eltalálta Garabát. Üren, pontosan oda Mulichoz, Szendrei, meg lesz. Ha be... Újra Hülit. Egyfejes, Fancsip. Rúter. Hülit. Egy. Csel után. Van Basten adja ki. Ha utána vég. Détári. Anis. Vég Tibor. Ott a túloldalon Burcsa. Még visszakapja a Kovács Kálmán, benne darálóba, Kálmán, és kihagyja. Még egy rohom talán belefér. Teljesen egyedül vehet el a holland játékos. Csak nehogy még egy gól beleférjen. Van is. És ezzel vége a mérkőzésnek. Európa bajnoki selejtezőn. Hollandia-Magyarország 2-0. Kedves nézők! Gondolom, sokan végignéz. Łącznie z czwórką grających za granicą, a więc po Hulita i Van Bastena, którzy grają w meczu. Karaś. Przez Araszkiewicza. Karaś na pozycji prawoskrzydłowego, wysokość pola karnego, ładne dośrodkowanie. Nikt nie zamyka jednak. Bardzo dobrze, że zaatakował go Karaś. Nie można pozwolić na oddawanie strzału Kumanowi z dalszej odległości. Okazja do kontrataku. Dziekanowski. Karaś. Iwan. Pole karne. Zepchnięty nieco na bok. Dośrodkowanie płaskie i piłkę w ostatniej chwili sprzętnął spod nóg swoich umiejętności technicznych. Kuman. Van Basten. Hulit. Kuman! No proszę Państwa, nie można dopuszczać tego piłkarza do strzału. Mówię. Prusik. Hulit. Miren. Vandenburg. I Hulit! Proszę Państwa, gol! Prusik nie zdążył wrócić. Chciał wziąć udział w akcji ofensywnej. Kilkanaście sekund wcześniej przejęli piłkę Holendrzy. Szybka, dynamiczna akcja. Rzutka na pole karne Vandenburga. I Hulić zupełnie nieobstawiony z odległości 8 metrów strzela celnie obok słupka do naszej bramki. A więc w 30 minucie Holendrzy prowadzą z Polską 1-0. Na bramki nadal 1-0, okazja do kontrataku. Iwan po lewej stronie jest Araszkiewicz, atakujemy czwórką przeciwko piątce zawodników holenderskich. Araszkiewicz idzie na przebój, wpada na pole karne, strzela, odbije piłkę Van Brueckelen, ale nikt nie poszedł na dobitkę. Wpłany do drużyny narodowej w ostatniej chwili, ale nie ma innych słynnych piłkarzy holenderskich, m.in. Rijkaarda i Wuttersa. Szansa dla Holendrów! I Hulić po raz drugi zmusza do kapitulacji Szczecha. Akcja, która była niemal kopią poprzedniej. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Ograny został Kostrzewa po lewej stronie. Ja!
Buren. Koeman. Ricochet. Is Borek Łopotyn miał Marek Szczek. I kolejny rzut rożny. W olimpijskiej pierwszej dodajmy także słabe występy pucharowe. Śląska Wrocław, Pogoni Szczecin, GKS-u Katowice. Pozostał nam jedynie Zabrzański. Klaar en het beginsignaal is gegeven door de scheidsrechter die voor het Nederlands team voor een groot toernooi is al bijna 8 jaar geleden. Eerste goede opening op Berry van Aarle aan de rechterkant. Bosman komt in de punt van de aanval en het is alleen 0. De snelste interlandgoal uit de geschiedenis. Ik maak me sterk. Als tot 2 maal toe in Polen met de voorbereiding aan de rechterkant. Een misser van Sokratus en Bosman die afrondt. Zijn tweede interlandgoal, de eerste maakte hij op Cyprus. Vanenburg van Tichelen. En daar ontploft een geweldig projectiel in het strafschopgebied van Cyprus. De scheidsrechter, die dat waarschijnlijk in zijn eigen land ook niet gewend is, laat doorspelen. Terwijl de Cypriotische keeper aangeslagen in zijn doel staat. En dat kan ik me indenken ook, want dat was een knal. Het is te hopen dat het blijft bij schade van de rookontwikkeling. Die is groot. Na 3 minuten is de wedstrijd stilgelegd. Van Tichelen bracht de bal voor en toen was die rookontwikkeling al daar. De doelman van Omonia in zijn 6e interland. Arnold Muren met links vanaf de rechterkant. Vanenburg. Gullit. 2-0. Niet te houden. In voorwaartse richting. Vanenburg. Met de versnelling langs Pita zijn de voorzet. En het is 3-0 Bosman. Vanenburg die hem langs Pita's bracht. En Bosman die voor de tweede keer de roos raakt. Weer die zee van ruimte voor hem en dus maar weer de gelegenheid om te schieten. Van richting veranderd en 4-0 via Sokratus. Hij probeerde het al eerder en nu was het raak. Omdat via Sokratus de bal van Schip. Met links in de korte hoek, 5-0. Van het Schip, die uit nood aan de linkerkant moet spelen. Maar daar ook uit de voetenkant. En nu bovendien met links scoort. Is hoger. Koeman. Van Aarle. Vanenburg. Met Pita's. Gullit. Bosman die de bal dan over de lijn werkt. Van Tichelen de voorzet. De inzet van Gullit nog een keer door Kleptis. En Bosman aanraak. Het is wel een goede paas. En hier is Bosman. Uit het boekje. En dat is lekker. Het Cypriotische gebied. Hier is Gullit. Langs de tegenstander. En bingo nummer 8. Speelt met zijn tegenstander Christoforu. En Bosman bij de eerste paal. En dan laat Filippi zich nog even zien. En blaast hij de wedstrijd tot een eind. 8-0.
hoekschop. Tweede van Nederland van het schip. Bosman. 33 minuten en 55 seconden. Het heeft wat langer geduurd dan de vorige keer. Maar weer is het Bosman die de bal licht toucheert. En weer is het Bosman die Nederland aan de leiding brengt. Bosman de lucht in en raak ook. Koeman, Bosman, Vanenburg, Gullit. Strafschop. Het Nederlands elftal wint deze bizarre wedstrijd met 4-0. Weer is John Bosman de goalgetter. Hij maakt 3 van de 4 goals. Voor het eerst sinds 1980 voor een groot toernooi. Koeman. Ja, doe het! Ze zat er een beetje op te wachten om van de afstand te gaan schieten op dit lastige veld. Wetende woorden tot zijn verdedigers, maar dat is onzin. Hij is gewoon te snel naar de hoek. Gilhuis in de spits, Kruijsen achterin. Gilhuis. Goeie actie van Gerard Vanenburg. Prima gegeven. En het is Gilhuis die dat afmaakt. De keeper die loopt daar wel heel raar, dat moet eraan worden toegevoegd. Maar het is Gilhuis die daar... Goed, prima gezien. Doelpunt. Hij ziet die keeper zich instellen op een voorzet. En denkt dan, nou dan schiet ik er wel aan die andere kant van die keeper. Drie keeper niet nu, maar die moet nu terug uit zijn voorgaande stand. We'll be right back.